Diverse bouwplannen bedreigen de Berendonk. Ontzettend ingrijpend is de bouw van een nieuw complex van de Termen. Met daarbij een groot parkeerterrein en een nieuwe aanrijroute voor gemotoriseerd verkeer. Het bestemmingsplan werd in eerste instantie afgekeurd, maar nu zijn de plannen aangepast. En zal het complex er naar alle waarschijnlijkheid toch komen. Nu zijn er hernieuwde pogingen om daar een sauna te bouwen, een wellnesscenter. In het gebied waar wij graag fietsen en recreëren enzovoort. En dat is doodzonde, want aan de andere kant, aan de kant van Wijchen, is al een groot parkeerplaats en daar is al gebouwd enzovoort. Dus laten ze dat wellnesscenter daar zetten en niet in het mooiste stukje van de Berendonk, wat rust en natuur biedt aan ons stedelingen. De Berendonk betekent ontzettend veel. Ik woon hier al, even denken hoor, vanaf 1973. Dus ik heb de Berendonk zien ontstaan. Het was een prachtig gebied met boerderijen en weilanden. En ja, heel langzaam is dat dus ontgonnen met mooie plassen. En we zijn er heel veel, hebben heel veel gewandeld daar. En nu zie je langzamerhand, sinds een paar jaar, zie je dus dat het kapot gemaakt wordt. De weg bijvoorbeeld die aangelegd gaat worden, dat is heel zonde, want die komt ook pal langs het strand. Dus dan als je aan het wandelen of zwemmen bent, zie je voortaan auto's. Dat is natuurlijk niet de bedoeling eigenlijk van een natuurgebied. Die weg die valt niet onder het nieuwe bestemmingsplan, die doen ze gewoon onder het buitengebied. En je mag ook niet meer inspreken als je niet al eerder ingesproken hebt, ook bij de Raad van State enzovoort. Want er is zo weinig veranderd aan het bestemmingsplan. Dus het is in grote lijnen hetzelfde. Dus er zijn niet zoveel mogelijkheden. Maar wij zijn ons dus aan het beraden wat we nog wel kunnen. In de meeste delen van het land vallen natuurgebieden nog onder recreatieschappen. Maar hier heeft men toen gedacht, de markt kan het beter. Nou ja, nou zien we wat de markt ervan maakt. Die verkwanselt het gebied. De Berendonk is aangelegd als, moest opvangen. Dukenburg was heel druk, er werd heel veel gebouwd. En Haarlemmerveen kreeg te veel druk op zich. En dat wilden ze ontlasten. En daarom hebben ze mede de Berendonk aangelegd. Nou ja, een mooi alternatief zou zijn bij de aanbouw van de nieuwe plas bij de gemeente Lent. Gemeente Nijmegen nu, ja. Daar gaan ze dus een hele nieuwe plas maken. Het zou mooi zijn als het daar geïntegreerd kon worden. Daar is nog geen natuur, jagen geen beesten weg. Ja, en alle voorzieningen zijn daar gewoon. Aanvoerswegen, hele nieuwe doelgroep voor de mensen die in Lent komen wonen. De binnenstad zou er nog eventueel van mee kunnen profiteren. Ja, dat lijkt me een geschikte locatie. Ja.